Nou, in ieder geval, doe voorzichtig aan. Laat geen gekke dingen gebeuren daar allemaal. Nee, en hartstikke bedankt jou wel. We zullen heel voorzichtig mee zijn. Kijk een beetje uit met jezelf dan. Aan deze kant eigenlijk best wel vriendelijke ogen. Ja, het is net een vierkante smiley. Ja, maar jij hebt ook duivelse smileys. En dat wel, maar voorlopig is hij vanuit de binnenkant vind ik hem best wel vriendelijk. Ja, met een beetje fantasie is echt een gezichtje. Zijn jullie nou op die boven gelopen? Hebben jullie boven lang gelopen misschien? Nee, we zijn tot hierboven naar de trap geweest. Toen weer terug, want het is wel erg donker boven. Hier heb ik klok gestaan. Ja? Kijk, het is kort dus over 12. Of nee, of 3 uur. Ja, kunnen we weer zijn. Wat? Heb jij die deur open gedaan weer? Die schuifdeuren, ik ben hier niet in geweest. Ik heb alleen even die verwarming. Ja, heb ik dicht. Die heb ik dicht gedaan daarnet. Want ik ben hier gaan kijken, straks is een pop. En we gaan kijken samen met Maria. Toen kwamen we terug, want we moesten die spullen uithalen. Dus ik denk, nou, op. Ik zeg, hoor, ik zeg, kijk nou, leuk, ze gaan met de schuifdeuren. Dus ik trek dat ding dicht. Ja. Ik voel een beetje zwaar. Zou je denken, nou, moet je gehoord hebben dan dit? Nou, dat wil ik dus vertellen. Ik loop Maria dus naar jou toe. Dus dacht ik dat we piepen hoorden toen we buiten liepen. Wat zei ik net tegen je? Ja, verdomme. Ik hoor de koers. Ja. Dat kon wel voetstappen. Godverdomme, kom eens zeker dat het voetstappen. Daar is het, daar werkt het hout vast, maar dat klonk als een voetstap. Terwijl het hier gewoon koud is. Is daar geen verwarming ook aan nu? Nee. Weet die luik had je dicht gedaan, zei je? Dat had ik dicht gedaan. Ja, trouwens, okay. Ik had ze ook helemaal dicht gedaan. Ja, dat kan toch zijn. Zit ze een beetje los? Dat scharniertje? Kan ze makkelijk te bewegen? Ik had ze helemaal dicht gedaan. Ja, dat zegt niet. Nee, ik had ze zo dicht gedaan. Ja, oké, maar ze vallen weer open in dan niet. Kijk maar, ze vallen ook een beetje. Zie je, daar gaan ze al. Oh ja, kom. Het is me nog zo wit. Kijk maar, hij gaat helemaal open nou. Hij gaat helemaal open nou, die lijn met luik. Ja. Het lijkt wel een waterdruppel, joh. Of het boven. Of het boven. Een levendig plafond. Het rare ook is dus. Het hier. En net als het hier zit, dan is het nat. Kijk, dat is nat. Ja. Dus het is toch water? Je hebt een lekkage. En het is echt nat, kijk maar. Wacht, dan ga je even wat. Ja, we moeten kijken. Ja, dan. Oh, ik hoorde daar wat. Nee, ik hoorde ook niet goed. Maar nogmaals, de kachels zijn aan, hè? Nu. Ja, de kachels zijn aan. Ja, dus sommige kamers gaan langs met te werken, ja, natuurlijk. Dus dat hout gaat ook werken. En dat is wel een kamer die dicht is. En wordt het een deur die dicht laat ergens in het pand? Vrij hard. Het zou misschien het luik kunnen zijn dat het weer open en dicht waait misschien. Of ik weet niet, van boven kwam van waar van onder kwam. Dat kan ik ook niet zeggen hoor. Maar. Ik moet ook naar de wc, maar durf niet. Ik ook niet. Ik ben al geweest, buiten. Gloeiende perensap. Je wilt het nooit meer doen. Welkom. Welkom, we hebben al wat meegemaakt. Echt? Nee. Ja, echt? Ja, echt waar. Serieus waar. Wist ik dan weer.
Nou, zullen we of zullen we? Zullen. Dat we zullen, dat we. Dat we maar gaan. Het is Frits. Hoe leuk mag ik voorop? Was zijn de deur dicht? Of hij valt snel tegen de deur. Oh, die valt. Oh, grappig. Oh, die valt snel dicht. Ja, oké. Ja, ik zal het. Ik wou jullie gaan volgen en die deur viel dicht. Oh, wij dachten dat jij het stond. Nee, het is open hoor. Maar hij valt. Oh, wij dachten dat jij. Ja, wij dachten dat jij deed. Hij is wel achterin daar. Ja, hij valt helemaal vanzelf. Ja, hij gaat vanzelf. Met alles aan schots en scheef hier ook. Ja. Hey. Wat? Is iemand daar? Ja. Oh. Ja. Kranten. Ja. Spel elk jaar. Kan je dat zien? Even kijken. De Telegraaf, 1940. 6-jarige Dalai Lama. Hier, bestijg den troon. Nou zeg. Ja, het is gewoon naar buiten. Het is niet goed weg, het is niet goed. Ja, loopt hij niet de zolder van het andere pand tegenaan? Nou, als je daar naar buiten kijkt, door dat, langs dat gordijn, dan kijk je naar buiten. Ja, oké. Dat gordijn is gewoon beter dicht. Ik ben daar niet aan. Prachtig uitzicht en die mensen wat ze. Oh, hier hangen al die jurken. Die wat? Die jurken, dat is een hoop. Ja, zie ik de prijsjurken. Ja. Daar merk ik hier weinig. Jeetje, van wie zijn die geweest dan? Die zijn allemaal nieuw. Van Johan? Ja. En waarvoor heeft hij die? Ja, weet ik niet. Verkleedt hij zijn eigen hij heeft er leuk. Veel meer. Echt? Ja, dat zegt hij dan. Hè. Dat vertelt hij wel eens. Dat hij echt een stuk of 150 nieuwe bruidsjurken heeft. Echt waar, hè? Ja. Hij is toch gewoon hetero? Ja. Ja, nou ja. Ja, misschien wil hij er dadelijk wel wat mee gaan doen. Ja, weet je veel. Misschien Johans bruidshuis. Dat weet je veel. You never know. Wie durft de tuin om naar zolder te gaan? Of wil je al... Nou, hier is de zolder. Dat is het zoldertje dus alleen hierboven. Klein. Maar het ziet er allemaal krakkemikkig uit. En dan moeten we dadelijk even goed gaan. Ja, hier kan men. Hier heb je natuurlijk ook vogels en... Dergelijke. Ja, maar als ze de muisjes met hele zware hoek stappen, dan is het een beetje vreemd. Zo, moet je kijken. Ja. Zo koud is het hier. 13,5 graad. Nee, dat is zo koud, maar voelt het heel koud. Ja. Ja. Wat zei jij alleen? Is dat normaal dat plastic veel kouder is dan de lucht? Eigenlijk. Het is 4,3 graden. Verschil van 8,3 graden met de buitenlucht. Dat het plastic kouder is? Ja, dat hier kouder is. Hier, het plastic kouder is. Oké. Okay. De daglicht, ik hoor je dat, Piep? Ja, dat is een muis of een rat. Zit daar ergens. Hey, toch, dit jaar is het leuk voor hier om de stukken echt kouder. Die woordjes. Ja, kijk, allemaal vogelstones. Ja. Ja, dat zei ik natuurlijk. Nou ja, goed, oké. Okay. Maar dat houdt dan in. Dat de zware voetstappen hier niet klinken. Precies. Ja. Buiten.